Laat hem dan kwalificeren, best en hij is beter als eerste! Welkom, leuk dat je kijkt naar deze video. We gaan zo dadelijk live. We gaan namelijk FIFA spelen en dat doe ik samen met Koen Weiland. Als het goed is, komt hij er elk moment aan. Hi, goed zo. Yes. Anderhalve minuut. Ik had zo bedacht, we gaan spelletjes spelen. Jullie kunnen live ook vragen stellen aan Koen. Okay. Het kan allemaal. En we gaan een potje FIFA spelen. Vind ik leuk. Altijd. En als we tijd hebben, nog een ander spelletje. Maar. En ik had bedacht, als ik win van jou, dan betaal jij mijn PlayStation 5. Ja, precies. Ja. Ik heb me laten vertellen dat jij ook. Heb je iets met ben jij coach ook? Of, coach? Ik ben nu. De titel die eraan hangt is inderdaad bondscoach. Bondscoach! E-bondscoach van de beste FIFA-spelers van ons land. Ah ja. Die kunnen nu uitkomen voor. Nederland. Kijk maar, we zien wel mensen in de chat ook al. Oh, zijn die er maar al in de chat? Oh. Hier, Botertje Harold is er ook. Hey, zegt iemand. Ik weet niet wie het is, maar zegt, hey Ron. Ik heb nog steeds moeite met de penalties. Dat is toch altijd, vind ik altijd het lastige. We kunnen er even op trainen. Zullen we het even doen? Heel even. Penalty neemt. Oké, laten we er even naartoe gaan. Kijk, Ron. Strafschop. Ja, strafschop. Kijk, ja, met je linker. Dit is prima, maar als je tegen iemand speelt, dan zie je die dingen niet. Hoe haal je hem weg? Nu sta je hem uit, hè? Ja, met de pijltjes. Met Ja, ik deed niks. Ik wacht te lang en dan schiet hij automatisch. Goed, kijk, als ik met mijn vriend speel, dan moet ik dat uitzetten. Als ik kan niet zien waar ik naartoe schiet. Ik kan het nu niet zien. Maar, nee, dan is het lastig. Maar dan wat ik dan vaak zelf doe, is gewoon heel simpel. Even rechts onderin bijvoorbeeld, of links onderin. Hop. Naast. Oh, precies. Okay. Zo moet het. Ja. Nee, goed, dan weet ik dat. Zeg maar eerlijk vertellen, online hoeft het ook nooit. Ik spaar eigenlijk nooit tegen mensen. Oké, wacht. Ga nog een keer proberen. Probeer dat nog eens. Ja, 1, 2 en Hoogoven. Twee missen. Haha, Koen is goed. Tuurlijk is Koen goed, maar gaat hij hem ook nemen nu? Dan komt hij en... Nee, mis. Okay. Zonder hem, ding is het echt lastig. Ja, en dat zegt een bondscoach. Ja, de Viro, dat bedoel ik maar. En de vraagt iemand, wat is je favoriete FIFA-speler? Jovic. Jovic speelt altijd bij mij en die gaat er altijd, al die doelpunten gaan er allemaal in. Oké, dus jij pakt Real Madrid en dan speel je met Jovic. Dan ga ik met Jovic spelen. Dit heb ik nog nooit gehoord, weet je dat? Nee? Oké. Okay. We kunnen dit doen. Dat is wel grappig voor de mensen. Geluksbal. Ja. Wat is dat? Ik ga met Real Madrid, jij met... VVV was het, hè? Ik mocht alleen komen als ik met VVV zou spelen. Nou, niet waar. Nou, niet doen alsof het niet zo is. Nou ja, maar ja, ik ben een fan van VVV. Jovic zit hij erin? Nee, kijk, dan ga ik even... Jovic? Ja. Op de tribune zit hij. Oh, hij zit niet bij de selectie. Hij is bij de selectie. Ja, omdat hij het in het echt... Oh, hij is natuurlijk ook al weg bij Real inmiddels, volgens mij. Volgens mij is hij alweer verhuurd aan een club in Duitsland. Kijk, wat je dus ziet, die bal heeft een rode... Een beetje een gloed heeft hij, toch? Een rode gloed? Een oranje gloed heeft hij bij zich. Ja. Je ziet rechtsboven dat nu dus het dribbelen geboost is. Dus Isco! Ik zou toch wel tamelijk... Nee! Hoe gaat die bal erin? Ja, maar dit is zo simpel. Het is, we spelen 6 minuten mensen en ik sta al 1-0 voor. Als dit zo doorgaat, ga ik naar huis. Dit is toch heel slecht. Oh, Ron Bossard, dames en heren. Ja, Ron gaat scoren. Het in de tafel gaat scoren. Tuurlijk. Bam! Ja. Ik heb een eigen goal, hè? Eigenlijk heb je niet gescoord. Kijk hoe die bal erin gaat. Ron 12e man. Kijk even wat er gebeurt, mensen. Kijk even wat er gebeurt. Ja, dit ligt helemaal aan de... Dit ligt helemaal aan de opstelling en het is 2-0! 2-0. Niet te stoppen. Ja, dit wordt interessant. Heel iemand goed, vraagt, wie bestuurt Ron's controle? Nee, jongens. Ja, ik begrijp dus dat het allemaal verwarrend is voor heel veel mensen. Ja, nu ga je eraan. Nee hoor, nee. Dat gaat er helemaal niet aan. Nee, Jakub Makis, fake shot. Nee. Geweldige skill-off. Schot! Nee. Goal! Jakub Makis! Koen, als je nu scoort, moet Ron de moonwalk. Oh, ja. Kijk, jongens, is de moonwalk. Dat is wel de meest houterige moonwalk die ik ooit heb gezien. Nee. Ja, dat is de maan. Die schoten gaan nu heel goed. Als je nu schiet en je hebt ruimte, dan gaat hij erin. Oh, geblokt. Ja, die gaat erin. Echt waar? Ja. Dat is geweldig, hè? Ja. Hé, dit is gewoon 3-1 op dit. Ziek, hè? Oké, 3 is het nu, Ron. Als ik nu score, sta ik in één klap voor. Oh nee. Nee, dat willen we niet. Dat wil je niet, hè? Dat willen we niet. Dat willen alles, maar dat willen we niet. En dan gaat hij. Nee. Ja. Alsnog. Ja. Doe. Nee. Nee. Zag je het? Ja, zag je het? Ja, ik zag het zeker, ja. Je hebt heel veel moeite met mijn verdediging. Zie ik. Oh, kom. Nee. Vito. Vito. Nee, dat kan niet. Dat vind ik wel zo vals. Dit is vals, zeg. Hola, John. Ola John, schitterend! Nee. Ja! Nee! Makis! De Griekse god! Ach! 6-3! Ja, maar dit is toch zo vals!
Hij sluit af. Ron, ik moet zeggen, je hebt het goed gedaan. Goed gedaan. Boxen. Kijken, als wij een gewoon spelletje hadden gespeeld, wilde ik nog wel zien of je had gewonnen van mij. Maar niet zonder die geluksbal. Nee, is goed. Ik ga dan toch wel. Ik voorspel het met mijn vriend met Liverpool. Cox, zit hij? Zo, kijk dan. Deze gast 48 rated. Dit is echt het slechtste team dat ik ooit heb gezien. Ja, succes. Ron, heel veel succes. Jij denkt dus dat je nu mij verslaat? Jazeker. Nou, nee. Moeten we er iets op zetten? Of die betaalt de pizza straks? Ja, zeker. Ik betaal dan de pizza straks. Ben ik blauw? Ja, ik moet even kijken. Ben ik het echt? Ben ik blauw? Dat ben ik die andere. Ja. Ronaldinho Gosa. Ik heb het gezien. Hè. Hier gaat hij, hier gaat hij. Thompson! Thompson! Die keeper. Dit kan... Wat gebeurt er dan met die keeper? Nee, even serieus. 1-1. 1-1. Ron, ik vind toch dat je toch weer verslapt. Ja, maar wacht even. Thompson! Ik ga er wat aan doen. Nee, ik dacht, ik neem het te licht op soms ook. Hè, dat ik denk van ja, weet je, rustig die aan. Pizza straks, je smaakt zich echt lekker. Echt niet normaal. Ja? Pak aan. Kijk eens, een ruit! Hier! Pak aan die man! Melon! Goal! Dit was wel echt een hele goede goal. Ik kan echt niks anders zeggen. Hoop, hij is ook blij, zie je dat? Ik vind jou heel... Ja, agressief. Ja, dit noemen ze een jantje. Eigenlijk is dit gewoon, kijk, dit is tak, tak. Dit is een jantje, is dat geloven. Ja, is het waar. Ja, tijd waar. Voor een ander spel. Ja? Vind ik wel. Je begon eigenlijk allebei de potten echt heel goed. We zijn terug of niet? Ja, we zijn terug hoor. Ja, oké. Okay, we gaan al beginnen. Oké, okay, ja. Doe jij de eerste keer of ik? Nee, doe jij maar. Ik dacht dat je het met twee moest doen. Nee, maar ik had dit echt al maanden niet gedaan. Nee, maar ik vind het heerlijk om naar jou te kijken. Oké. Okay. Oh nee, we starten heel erg slecht volgens mij. 3. Volgens mij zijn we met het hoedje. 1. Oh, met het hoedje ben jij met het hoedje? Nou. Wacht even, ik heb dit zo lang niet gedaan. Hoe lang denk jij het vol te houden? Ik heb dit onderdeel. Oh, wacht, zo moet het. Je moet schuin lopen. Ja, ik heb hem door, precies. Ja, maar kijk, maar dat komt gewoon omdat ik dit level nog nooit heb gezien. Nee, natuurlijk niet. Hoeveel mensen liggen er nog voor me, denk je? Nou, er zijn er 60 gekwalificeerd en 43 zijn... Dit was fantastisch! Dit was een geweldige ronde. Nee, val ik in het gat. Ron, hoe goed ben ik als ik dit nog... Als ik dit nog haal na zo'n dramatische start. Nu jij. Schandalig. Kom op, daar ga je. Ik heb wel een betere positie als jij. Dat mensen denken dat je sowieso gaat kwalificeren nu, dat je tot de volgende ronde komt. Ja. Goed, kom maar. Je moet nu wel tempo maken, Ron. Ja, zeker. Je moet nu echt tempo maken. Net op die kijk er toch uit! Ik wist het niet dat we daar op mensen, dat is toch heel gek. Ron. Dit is de meest gênante val. Nee, wat staat er? Dat je niet geëlimineerd bent. Ja, mag je nog één keer proberen. Jongens, tot zover. Even die schande uitwissen wat je net gedaan hebt. Ik wil, beter kan niet. Ik wil niets dan support horen. Nee, oké, daar gaat hij, jongens. Nou, hij liep vooraan. Dat is, inmiddels is hij ongeveer de 12e. Kom even, Jack van Gelder commentaar. Ja, daar komt hij. Nu moet hij zorgen dat hij niet bij een balletje komt. En dan recht, dat doet hij ook goed. En dan gaat hij weer. Dan komt weer een bal. Ik heb dit nog nooit iemand zo goed zien doen. Goed, dat is fantastisch. Jack van Gelder balletje. En hij gaat er gewoon door, mensen. En niks gaat fout tot nu toe. Uiteindelijk, als hij dan zo doorgaat, dan kwalificeert hij zich. En dan gaat. En dan wordt een kwalificatie. Jawel, kijk uit voor die ananas. En dan gaat hij naar boven, naar boven. 1 gekwalificeerd van de 40. Dus dat kan nog altijd. En springen. Kijk hem nog eens springen. En hij gaat hem kwalificeren. Hij wordt een beetje geholpen. Weer goed gesprongen. Gaat hij dan nu? Nee, Hij gaat het redden. Hij ligt aan maat en doet het. Een raar vogeltje. Nee. Wat doet die man dan? Nee. Een 30 gekwalificeerd van de 40. Hij is gekwalificeerd. We doen het. Kom op. Ja, het komt natuurlijk wel door mijn commentaar ook. Hè. Van die andere. Het helpt bij commentaar een beetje? Ja, onwijs. Oké. Okay. Kijk, dit is dus zo'n... Dit is indikken. Kom aan, jongen, je kan het. Kom op! Oké, dan geel, ga je niet denken dat er aan de hand is, maar je moet als het goed is een ei pakken en dan in je eigen mandje zien te gooien. Wat dan een ei? Want de eieren worden gestolen, dat is ook niet helemaal handig. Dit is echt een vreselijk spel. Dit is een schrikkelijk spel. Dat zeiden wij ook al. Ik heb het hier niet veel, we gaan daar zitten. Kijk hem lekker lopen, hij laat uitvallen. Jullie gaan door, het is kapot! Jullie zijn gaan kwalificeren!
En het heeft niet aan mij gelegen. Nee. Ik vond dit zo... Ik zei het van tevoren al. Die teamsporten vind ik zo verschrikkelijk. Je moet gewoon geluk hebben. Maar je bent erbij. Je bent erbij. Maakt niks. Maakt niks uit. We zijn er weer bij. En dat is prima. Slimme klim. Dus het gaat best redelijk. Vind je het redelijk? Ja, ik vind het niet redelijk, Ron. Als je achteraan staat... Ron, ik vind dit niet redelijk. Eliminee! Nee, maar dit is erg zeg. Eliminee. Ik denk dat jij nog één keer... De? Ja, maar oké. Nou, ik doe het nog één keer om even te laten zien hoe dat moet. Ron, ik ben kapot. Ja, dat snap ik. Ik heb nog nooit zo'n vermoeiende livestream meegemaakt. Nee, dat snap ik. Maar ik denk aan de reiskosten die je straks krijgt, dan is het allemaal weer over. Ben je rijk? Ben ik rijk? Ja. Ik ben een heel rijk mens. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet rijk. Nee, ik loop vooraan. Mag ik even zeggen? Oh, Ron, ja. Ben jij rijk? Ja, ik ben heel rijk. Je bent heel rijk? Ik ben heel rijk. En waar kun je dat toelichten? Ik heb heel veel geld. Oh! Jezus! Wacht even tot die whirly gig voorbij is. Oh, Ron, mijn god, dit gaat zo slecht. Wat een klap. Wacht even tot dat ding voorbij is. Wacht nou even! Ron! Wacht even, ik ga het vast in Wacht nou even! Ja, waarop? Ron! Waar moet ik op de whirly gig! Waar welke? Op de molen! Nu! Nu dan! Op het klappen van de wiek! Ja, klaar! Ron, nee! Je loopt in de wiek van de molen! Nu! Goed! Klappen! Het kan nog! Daarom! Volg hem! Tuurlijk! Kijk, dit gaat jou niet gebeuren! Oh! Dit is verschrikkelijk! Wat een rolspel! Ron! Weer een keer hebben we dezelfde plek in. Hoe is het mogelijk? Het gaat nu is voorbij. 2 seconden. Oh, ik ben hier zo slecht in. Mens, je gaat het nog één keer proberen. Ik ga het nog één proberen. Dat werkt wel verslavend, hè? Ja, absoluut. Dan gaat Zetsport. En dan gaan ze. Ja, dit is een hele mooie sprong. Je ziet iedereen kijken dan op Zetsport. Hoe kan het dat Zetsport loopt? Kijk eens! Hoppa! Dit is timing! Gewoon door. Maar het gaat nog steeds lekker. Tenminste, zolang we geen klappen van de molen krijgen. Ga naar beneden, joh! Hij is al over, dames en heren. Bij mij heeft het veel langer geduurd, maar het is al over. Hij is al klaar. Nog één keer! Ja, maar hoe kan dit nou? Ik weet het ook niet. Eén keer! Ik moet mezelf toch bewijzen aan de kijkers. Oké, dan gaan we weer. Zet kijk eens, dit is laten we het hier over hebben, mensen. Want als je iets leuks ziet, dan moet je hier kijken. Nou, we gaan zoeken naar een klein gaatje. Hij heeft het kleine gaatje. De kroon is in zicht. En dan gaat hij. Ook de balletje. Die balletje is de laatste. De kroon is in zicht. En dan gaat hij. Hij gaat het kwalificeren. En hij. Nee, gaat hij niet. Dan gaat hij. Hij kan het nou kwalificeren. Laat hem nou kwalificeren, mensen. Hij is binnen als eerste. Hey, als kom op! Goed hè? Ja. Kom op! Het is dat ik hier goed kom op taal en naar boven toe schreeuw, maar anders had ik het niet. Ik vond het goed. Dit wordt de kroon. Dit wordt de kroon, hè? Je loopt er niet achter, maar dat maakt niet uit. Er is nog 0 gekwalificeerd. Er zijn 31 mensen in het spel. Nee! En jij zit alle keer een balletje. Denk je, ja, wat ga je doen? Wat een langzaam bukken dan! Hoe buk je? Weet ik niet, maar dat doe je met je hoofd naar beneden. Hoe buk je? Met je hoofd naar beneden. Hè? De vervelende, beraamde naar beneden, de gek. Nou, dan gaat hij weer. Hij wordt weggeschoten. Nee, dat zie je toch aan. Ik wist niet dat het zo je bent er toch langs. Rob, hij gaat dat toch op. En Benny. Doe dan het nog tegenin. Dan kan het nog aan. Nee. Wat slecht. Ja. Kan niet. Hij was zo dichtbij. Kan hij uit of niet? Wat dan? Ja, we zijn klaar. Ja, we zijn klaar. Is klaar. Mensen, dat is wel heel leuk. We gaan pizza eten en daar zijn we wel aan toe. Dus bedankt voor het kijken. Jongens, ik vond het ook leuk omdat jullie erbij waren. Tot de volgende keer. Lampje is al uit. Ja. En we gaan een pizza eten. Absoluut. Tot kijk. Doeg.